6 weken geleden is Pierre weggegaan. Pierre van der Linden en is vervangen door Colin Allen, Engelse drummer. Dus we zijn nu met 3 Hollanders en 1 Engelsman. Waarom is Pierre eigenlijk weggegaan? Pierre vond dat we veel te weinig over muziek spraken als we op reis waren in de auto of in de vliegtuig. Hij vond dat het eigenlijk veel te weinig serieus was allemaal. Hij had een veel serieuzere... Hij wilde dat het allemaal veel serieuzer zou gaan als dat het ging. Maar wij hebben veel humor, veel grapjes en veel andere dingen waar we het graag over willen hebben. En hij beschouwde dat als oppervlakkig. Het heeft hij mij ook veel verweten dat ik het veel te veel vol pomp met die dikke akkoorden. Er was geen ruimte voor hem, voelde hij. En hij dacht, nou ja, daar werd dan een beetje om me gelachen. En ik word niet zo serieus genomen, niet genoeg. Had je niet een klein beetje gelijk? Ik vind... er wordt vaak erg accent gelegd op Jan en op mij. Maar, dat vind ik een tamelijk natuurlijke zaak. En als iemand daar ja tegen zegt, dan heeft hij daar ook de consequenties van te nemen. Namelijk dat wel eens een keertje iemand harder praat dan hij. Het is een kwestie van een grote smoel ook misschien. Maar zo'n jongen als Bert, die accepteert dat wel. En is er dan ook gelukkig mee, dacht ik. Maakt het voor jou nog iets uit dat je nou met een andere drummer werkt? Ja, zeer zeker. Het is totaal anders. Mis je Pierre? Sommige plaatsen wel, sommige dingen niet. Iedereen heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar je moet dus, als er iemand anders bij komt, moet je daarmee leren spelen. En het lukt met Colin? Zeer zeker. Waarom kon je je niet meer in de focus thuis? Mentaal ook. De sfeer was niet zoals ik het wilde. Ik kreeg niet genoeg voeding om me te inspireren. Ik kon me niet meer concentreren op mijn instrument. En dat was gewoon erg jammer. En de muziek, kon je daar nog achter staan? Jawel, maar dat werd dus te veel aan sleuren, want we hielden het bij hetzelfde repertoire. Het kon ook niet anders door al die tournees. En al die drukte. Er was haast de tijd om te repeteren, om iets nieuws te gaan doen. Dus iedereen was doodvermoeid. Op een gegeven moment kwam ik op een inzinking terecht. Ik kreeg echt een mentale klap. Ik raakte mijn zelfvertrouwen kwijt. En toen moest ik iets anders gaan doen. Anders had het helemaal met me gedaan geweest, waarschijnlijk. Ik heb namelijk behoefte aan een ontzettend close contact met de groepsleden. Als dat er niet is, dan ben ik als drummer ben ik ergens verloren gewoon. Dus als je een toon geeft op die gitaar, dat ik hem voel van binnen, weet je. Dat ik daar ook aan ga spelen. Dat heb ik nodig. En als dat er buiten valt, is dat weg, dan verlamt me dat op een of andere manier. Het is voor jou een erg emotionele zaak. Ja, ik ben erg gevoelig op dat gebied. Dat is mijn natuur, ik kan het niet helpen. Wat zou je Pierre nu aanraden om te doen? Wat ik hem aan zou raden? Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik zou hem aanraden om een webcontact te zoeken. Hij verwijt jullie dat jullie geen contact geven. Ja, maar hij zegt... Wij hebben zoiets nooit gezegd. Ten opzichte van hem. Ik zeg nu dus. Nou, hij heeft 12 jaar met jou gewerkt. Dat is toch niet niks? Nee. Nou, het was 12 jaar altijd... er wordt niet genoeg aan muziek gedacht. Of dit niet, of dat niet, of zo niet, of zo niet. Maar ik zie nu wat hij is en ik zie nu wat ik ben. En wat is het verschil? Het verschil is deze, dat ik gelukkig ben in mijn situatie. Of gelukkig. Ik ben tevreden met mijn situatie zoals die op dit moment is. Misschien is dat morgen anders, hoor. En ik ben blij dat ik met deze mensen kan spelen. Daar ben ik nog steeds blij. Maar jullie hebben vooral in Nederland nogal wat weerstanden gehad tegen jullie muziek. Heb je daar enige verklaring voor? Dit interesseert me niet. Die weerstanden? Nee. Ik meen mijn eigen beperkingen te kennen. Ik vind het waardeloos genoeg dat die er zijn. En wat een ander van denkt, dit is me geen. En Focus die heeft toch wel een muzikale potentie die niet gering is. Ik bedoel, van Valeers kant dus, als componist. Ja. Dat vind ik nog steeds wel een van de grote jongens. Matthijs en jij moeten toch vrij regelmatig... Ik zit niet te schrijven over Thijs, ik bedoel alleen maar... Dat ik waardeer als muziek. Tuurlijk. Maar jullie moeten toch regelmatig compromissen sluiten over de muziek van Focus. Nou, mooier is dan niet doen. Nou,
Dat heb ik nog niet vaak gehoord van een popmuzikant. Dat zal wel niet, nee. Er zijn er veel die dat niet graag doen. Nee? Ja. God, dan respecteren ze elkaar waarschijnlijk niet zo erg. Waarom niet? Jan, het valt me op dat je probeert een heel nonchalante indruk te maken over allerlei dingen. Terwijl ik sterk het gevoel heb dat je daarentegen de zorg en de liefde waarmee je met je muziek bezig bent een beetje probeert te verbergen. Nou, dat is je dan goed opgevallen. Ik weet het nou ook niet zeggen. Maar waarom probeer je dat zo te verbergen? Probeer dat zo te verbergen, ja. Vind je dat het je kwetsbaar maakt als je dat toont? Nee, integendeel. Kijk maar hoe ik speel. Maar ik geloof dat iedereen een cover op heeft. Dat heeft iedereen. En vooral ik ben van een bepaald type mens die dat zeer sterk heeft. Dat heb ik goed gezien. Maar waarom vind je dat nodig? Om zo'n façade moet je luisteren. Dan komen er zo wat je wilt vreemde vogels binnen. Dan ga je niet meteen je blote kont staan. Dat doet niemand. Vind je het eigenlijk leuk om geïnterviewd te worden? Echt wel. Leg er echt op. Kijk, je zit in zo'n rare wereld. Die wereld die er om die muziek heen hangt. Tegenwoordig betekent dat als je muziek maakt, of denkt dat je het maakt, dat je in de business zit. Snap je? En het heeft altijd ontzettend kopzoen gemaakt voor een hele hoop dingen. Door schade en schande. Waar ben je nou echt trots op wat je tot dusver gedaan hebt? Ik ben trots op dingen gewoon als ik mensen zie in het publiek. Die naar het hoofd krijgen of zo. Dat ze niet meer weten hoe ze het hebben. Of dat ze gewoon. Je voelt gewoon vanuit de zaal welke intentie ervan komt. Of dat positief is of dat negatief is. Maar als dat nou positief toevallig aanpakt, dan ben je ontzettend trots op. En dan gaat er gerust een stapje voor zijn. Dan zeg ik, nou, dat ben ik zelf niet. Dat ben ik niet. Als je speelt, als je althans wordt gevraagd om te spelen en je zegt er ja tegen en je gaat op het podium staan, dan kun je een spiegel zijn van alle ellende. Dat zie je ook echt veel, vind ik. Juist in de progressievere muziek. Dat ze inderdaad alleen maar de ellende uitkramen. En dat vind ik bij de blues ook vaak een bezwaar. Alleen tot daar gaan. Ik geloof dat je. Nou, dat geloof ik niet dat iedereen dat moet doen, maar ik geloof dat ik dat dan moet doen. En daar heb ik Jan ook eigenlijk in gevonden. Dat je gewoon maar moet door blijven gaan met het zingen van je ziel. En je ziel is niet dan op springende blijdschap. Ik geloof dat het zo zit. Iedereen weet, iedereen heeft ellende, maar kom maar eens met een stuk vitaliteit, kom maar eens met een stuk leven aan. Ik geloof dat je dat, hoe miserabel je ook voelt, dat je daarmee moet doorgaan. Nou, ik weet niet of we zoveel weerstanden hebben gehad, als wel veel lieden die het alleen maar over uit elkaar gaan hadden, over de ruzies. En die eigenlijk alleen maar het nare ervan wilden zien. En toen kregen we prijzen, gouden platen. En buitenland, de eerste continentale groep die in Engeland doorbrak, de eerste continentale groep in Amerika doorbrak. Toen opeens waren we fantastisch.